Willemijn Pomper van de Politie in Nederland, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Twee mannen zijn eind vorige maand in Vianen aan de dood ontsnapt. Er werd een handgranaat tegen hun bestelbus gegooid. Het explosief stond op scherp, maar ontplofte gelukkig niet. De man die de granaat gooide is te zien op bewakingsbeelden. Die laten we u zo meteen zien. Eerst gaan we terug naar vrijdagmiddag 31 mei. Rond 3:15 die middag zitten twee mannen in een busje op de parkeerplaats bij de Zwanenbloemflat aan de Vijfherenlanden in Vianen. Ze hebben iets te eten gehaald en eten dat in het busje op. Dan horen ze ineens een harde knal. Het klinkt alsof er iets hards tegen de bus aan is gegooid. Ze kijken naar buiten en dan zien ze een donker voorwerp over straat rollen. En het voorwerp komt precies tot stilstand voor de bus. Ze zien het meteen. Het is een handgranaat. In een flits zien ze dan een man met een zwarte helm op weg rennen via het steegje van het donjonflat. Ze bedenken zich geen moment en rijden de bus weg van de parkeerplek, bang dat ze zijn dat die granaat alsnog afgaat. Dan spreken ze omstanders die het hebben zien gebeuren. Een van hen belt 112. Agenten die ter plaatse komen schatten in dat het om een echte handgranaat gaat en zetten de omgeving ruim af. Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst komen erbij en bevestigen dat het om een echte handgranaat gaat en dat het explosief op scherp staat. De pin is eruit getrokken en de beugel wordt maar net op zijn plek gehouden door een stukje tape. Met de grootste voorzichtigheid nemen ze het explosief mee en brengen het bij de uiterwaarden van de lek tot ontploffing. Die twee mannen hebben echt het allergrootste geluk gehad. Maar niet alleen die mannen. Als de handgranaat ontploft was, wat waarschijnlijk wel de bedoeling van de gooier was, hadden er nog veel meer slachtoffers kunnen vallen. Willemijn, hebben jullie enig idee waarom die granaat nou tegen die bestelbus gegooid is? Nee, die inzittenden van die bus die kunnen zich niet voorstellen dat het explosief echt daadwerkelijk voor hen bedoeld was. Wat dan wel de aanleiding was voor het gooien van dat handgranaat, ja, dat wordt waarschijnlijk pas duidelijk als we de granaatgooier zelf gevonden hebben. Precies. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat deze verdachte niet alleen handelde. Dat blijkt uit bewakingsbeelden van de flats. Daarop is te zien dat de man die de handgranaat gooide met een tweede verdachte aankwam en wegreed op een scooter. De verdachten komen voor het eerst in beeld als ze op een scooter vanuit de richting van de Brugstraat over de Lafayette-straat rijden. We zien twee mannen op de scooter. Voor op de bestuurder, achter op de man die even later de handgranaat naar de bestelbus gooit. De bestuurder stopt dan bij deze voetgangersdoorgang en de granaatgooier stapt af. Al lopend haalt hij het explosief uit een zakje. Dan rent hij richting de parkeerplaats aan de Vijfherenlanden en gooit de granaat tegen de bestelbus. Dan rent hij weer terug naar de scooter en springt achterop bij zijn kompaan. Ze verdwijnen zoals ze kwamen, over de Lafayette-straat richting de Brugstraat. Ja, wat een geluk dat ding niet ontplofte, Willemijn. Laten we bij de verdachten nog een keertje goed bekijken. Ja, dat is een goed idee. We hebben een silement natuurlijk. Dit is die handgranaatgooier. Hij heeft vermoedelijk een blanke of licht getinte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg die dag een zwarte jas met een rits en een zwarte broek met een streep op de zijkant van het bovenbeen. Verder droeg hij zwarte schoenen. En hier zien we de voor- en achterkant van zijn zwarte systeemhelm. Die is van het merk Aeromatic. Matisse RSX met een donker vizier. En dan de verdachte nummer 2, de bestuurder van de scooter. Hij heeft een licht getint tot getinte huidskleur en een slank postuur, zwart haar en hij droeg een blauwe gewatteerde jas met capuchon. Verder had hij een zwarte broek, zwarte schoenen aan en de motorscooter waarop hij reed is waarschijnlijk een Gilera Runner met een geel kentekenplaat. Nou, vermoedelijk is hij niet erg lang en dat kunnen we hier ook zien. Hij moet namelijk met zijn tenen achteruit steppen en valt dan bijna om. Ja, hoe kunnen kijkers helpen? Nou, wij willen graag in contact komen met getuigen die wij nog niet hebben gesproken. En dan gaat het natuurlijk om getuigen die het gooien van de handgranaat hebben gezien. Naar die bestelbus daar op de parkeerplaats aan de Vijfherenlanden. Maar ook over het aankomen of het vertrekken van verdachten. Dus als iemand dat gezien heeft, dan horen we dat graag. En dat was aan de andere kant van de flat, daar aan die Lafayette-straat. Nou, op die twee plekken zoeken we dus ook specifieke getuigen. Want als ze aankomen, dan zien we daar helemaal boven in het beeld zien we een auto achteruit rijden. Nou, en die bestuurder die moet die scooter hebben gezien met die verdachte erop.
En dan als ze weer vertrekken, komt er een fietser aanrijden. En deze fietser die kijkt ook nog even om naar de scooter. Dus ook deze persoon die spreken we graag. En uiteraard willen we ook graag met mensen in contact komen die ons meer kunnen vertellen over het motief van deze handgranaatgooier. En voor wie het dan bedoeld was. En verder horen we het als mensen weten waar die motorscooter voor of na die 31 mei heeft gestaan. Of waar hij nu staat. Veel vragen. Hopelijk heeft u antwoorden waar het rechercheteam mee verder kan. Hoofdvraag is, wie zijn deze twee mannen? Bel met alle informatie naar de tiplijn 0800 60 70. Anoniem tippen kan zeker ook. Bel dan 0800 7000. Dan wordt uw naam niet genoteerd.